ik heb mijn onderneming met één doel. En dat is dat ik blij wil zijn. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Maar er zijn een aantal voorwaarden voor. Dus één houdt ervoor dat ik geld op de bank heb staan. Want ja, zeker als je faillissement hebt gehad, dan is dat wel een fijn iets. En het andere is dat ik geen schuld heb. Ja, je kan wel geld op de bank hebben, maar ook zo'n schuld. Dat is een beetje. Dit zijn twee voorwaarden. Er zijn meer hoor, maar er zijn wel twee. Om geld op de bank te hebben, dan houd ik in dat ik dus facturen moet sturen. Maar ook dat ik ze moet nabellen. Ja, achterplan achter de broek aan zitten, zeg maar. Ondanks dat ik meestal nu vooraf factureer, als ze niet betalen, dan doe ik de klus niet. Dus dat haalt dit dan een beetje weg. Om te kunnen factureren, moet ik een opdracht hebben. Om een opdracht binnen te halen, moet ik een offerte uitbrengen. En die moet ik ook nabellen. Dus nabellen. Ja. Nou, hoeveel dagen doe je dat? Even te nabellen? Ja. Even te zien. Eén dag. Eén dag? Okay. Ja. Ja, ik geef je nou iets, 2, 3 max hoor. Maar... Ja, maar oh, probeer het binnen één dag. Ja, oh, dat is gewoon een beetje. Wat zei? Iedereen zegt altijd ja tegen. Ja, op het moment dat ik een offerte stuur, heb ik al ja gezegd. Ja, dat stuk is eruit. Maar om een offerte aanvraag te krijgen, ik schrijf het klein. Ja, dit zijn mijn foto's. Nee, ik heb er zo meteen. Als het goed is, heb ik mijn echte model hiermee straks weergegeven. Dan kunnen we eens checken of ik iets verder. Oké. Even kijken. Om een offerte te maken, moet ik een opdracht krijgen. Nee, dan moet ik een aanvraag krijgen. Oh ja, of acquisitie. Ja, dat komt daarna. Dat komt daarvoor. Nou, om een aanvraag te krijgen, moet ik best wat dingen doen. En dat is, ja, ik pak zo even een ander blaadje. Daar moet ik eigenlijk denken, ik moet voor bloggen, ik moet zorgen dat ik, dat ik mijn Google Ads op orde heb. Ik moet allerlei dingen gaan doen waardoor mensen mij die aanvraag indienen. Er zijn een aantal dingen waar ik leuk vind, een aantal dingen die ik niet leuk vind. Om geen schulden te hebben, laten we die nog even pakken, moet ik bij de belastingdienst in orde staan. Dat moet ik allemaal netjes hebben gedaan. En ik moet mijn administratie op orde hebben. Zodat ik beter ook rekening moet betalen, zodat ik daar geen schuld heb. Dat houdt ook in dat, nou, om dat te kunnen doen, dat ik het geld op de bank moet hebben en dat ik moet factureren. Dat zijn dingen die hangen met elkaar samen. Dat houdt ook in dat ik ook rekeningen binnenkrijg dat ik dat moet invullen. Dus dat zijn een aantal dingetjes bij elkaar. Als je dit nou eens zou gaan kijken als deel van mijn bedrijfsproces, er zitten hier dingen bij die ik leuk vind en dingen bij die ik niet leuk vind. En dan komen we bij een stukje, wat zijn nou blije hobby's en wat zijn nou boze hobby's. Hier word ik blij van. Word ik ook heel blij van. Geld verplannen, word ik ook heel blij van. Opdracht uitvoeren, vind ik onwijs tof. Ik krijg een aanvraag, vind ik ook heel leuk. Klant even bellen, informeren. Dat zijn dingen die ik leuk vind. Maar dan heb ik dus, dat is de mooie stichting. Ook dingen waar ik dus echt letterlijk een hekel aan heb. Factureren. Of verder maken. Ik het beter, zoals ik het wel kan doen. Ja, zo. Hieronder zitten heel veel leuke dingen hoor. Maar eigenlijk als je dit zo ziet, dan denk je, ja, waar ben je helemaal mee bezig? Nou is het, waarom heb ik dit gedaan? Omdat ik heb wel een hekel aan mijn administratie. Als ik het doe, word ik blij. Want, waar heb ik geen schulden? Blijf daar. Dus ook de dingen die ik vervelend vind, moet ik altijd in verhouding zien tot waarom ik ze doe. Ja, en ik heb dat, om het even eens voor jullie voor weer te geven, ik wil blij zijn, dat is heel klopt, hè? Ja. Factureer klopt, rekening betalen, belasting aan administratie, moet ik nooit er zijn, dan kan ik mis nog. Belastingaangifte doen, herinneringen sturen voor facturen, nou, de opdracht, de lezing, workshop trainen, dat vind ik helemaal gaaf. Voorbereiden vind ik ook gaaf, opdracht krijgen vind ik gaaf. Maar om die opdracht binnen te halen, daar zit dit proces weer bij. En dan heb ik dus dingen die ik leuk vind en dingen die ik niet leuk vind. En die dingen die niet leuk zijn, daar moet je inderdaad van overwegen om, zoals jij dat doet, ze te automatiseren. Wat kan je nou automatiseren, wat kan je nou makkelijker maken, of wat kan je eventueel zelfs uitbesteden? Ja.